Het gebaar van de week. Hallo! Welkom bij het gebaar van de week. Precies. Het gebaar van de vorige week was... Was koffie drinken. Precies. Nou, mijn buik is nou helemaal vol van al die koffie. Ja. Dus als we klaar? Nu we klaar. Precies. Maar dit weekend is het... Carnaval. Alaaf. Precies. Het is nu bijna carnaval. Carnaval. Oh, gezellig. Ik ga altijd naar de carnavalsoptocht kijken. Ja. Kijk je ook wel eens? Ja. Oh, ik vind dat altijd zo gezellig. Ja, zo gezellig. En allemaal muziek. En ook een biertje en zo. Een biertje drinken, nou ja, biertje vooruit. En zo. Eentje toch? Ja. Ja, nee, oké, dan is het goed. Oké, maar het gebaar is dus... Alaaf. Carnaval, ja, eigenlijk van de Alaaf, ja. Alaaf. Dat zeggen ze er vaak bij, hè? En dat betekent en dan zotte. De zotte? Dat noemen ze zo. Oh. Nou... Carnaval, dus je houdt je hand zo recht met je vingers tegen elkaar, die duimen zo een beetje naar achteren geflapt. En dan zet je hem net voor je oor. Carnaval. Ja, nou, jou gaat het heel goed af. Ja. Maar even kijken of ze het in de studio ook kunnen. Ja. Heel goed. Ja. Oh, ze hebben er ook zin in. Ja. Oh, wat leuk zeg. Ja, carnaval. Ja. Oké, nou, wij moeten ons nog eventjes gaan verkleden. Want, zo kunnen we niet naar de carnaval, nee, hè? Ja. Je moet wel een beetje een gek mutsje op of gekke kleren. Zeker, ja. Precies. Dus wij gaan ons even omkleden. Ja. Dus dat gaan we even doen. Maar we zeggen even dag. Tot volgende week. Tot volgende week. Dag. In Polonaise, toch? Het gebaar van de week.